De totale lockdown die de afgelopen 3 weken van kracht was, wordt vanaf morgen opgeheven. Echter blijven van kracht de avondklok en het uitgangsverbod gedurende de week van maandag tot en met zaterdag van 6 uur in de avond tot 6 uur in de ochtend voor de periode van 18 juni tot en met 5 juli. Voor de duidelijkheid. Het is toegestaan om zich de komende weken tussen 6 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond te begeven op de openbare weg. Op alle zondagen en daaraan gelijkgestelde vrijdagen zal er een volledig of totale lockdown zijn. Het betreft de volgende dagen. Zondag 20 en 27 juni, donderdag 1 juli en zondag 4 juli. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor reguliere passagiersverkeers zijn niet toegestaan. Samenscholing van meer dan 5 personen zijn verboden, met uitzondering van de Nationale Assemblée, de regering, de staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten. Het openbaar vervoer over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen. Alle scholen en onderwijsinstellingen blijven vooralsnog gesloten. Aldus meldt de communicatiedienst Suriname in een persbericht.